Dank u wel, mevrouw de voorzitter. In de verkenning arbeidsmigratie, oplossing voor economie en demografie van de adviesraad migratie, worden een aantal hele verregaande oplossingen besproken voor een demografische vergrijzingsprobleem, namelijk ofwel het toelaten van nog eens 3 miljoen immigranten voor 2040, of de verhoging van de AOW-leeftijd naar 69 jaar. En wij vinden dat wel het bespreken waard, dus wij willen graag een debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dank u wel. Ik ga kijken of daar steun voor is. Ik zie de heer Aartsen, VVD. Ja, voorzitter, we hebben nu 2 regelingen gehad als nieuwe Kamer. Volgens mij moeten we voorkomen dat we onze commissiezalen dadelijk gaan laten verstoffen. Dus ik zou zeggen, laten we dit absoluut bespreken dit nieuwe jaar. In een commissiedebat arbeidsmigratie volgens mij is er genoeg te bespreken. En daar zijn de commissiezalen een hele goede plek voor om dat inhoudelijk te kunnen doen. Noteren. Geen steun. Geen steun. De heer Krul, CDA. Voorzitter, wij steunen dit verzoek wel. In januari komt er een staatscommissie met een rapport over demografie. Wel het verzoek om daar dan op te wachten. Dat is januari, dat is bijna. En dan zijn wij zeker bereid om een plenair debat te steunen. Noteren we steun, mevrouw Pot, D66. Nou, voorzitter, ik kan verklappen dat er nog wel wat meer in het rapport staat dan alleen hetgene wat de heer Jansen hier eruit ligt. Maar nee, het lijkt me niet opportun om dit debat te hebben. Ik denk dat we gewoon zoals gebruikelijk eerst wachten op een kabinetsreactie. Dan kunnen we inderdaad die staatscommissie er nog bij betrekken. En dan kunnen we dat prima af in een commissiedebat bij SZW. Dank u wel. Ik noteer geen steun. Mevrouw Keijzer, BBB. Ja, voorzitter. Ik had ook opgetrokken wenkbrauwen toen ik het nieuws las. Tegelijkertijd is dit nog maar één van de rapporten die over dit onderwerp aankomt. Er zijn er net al een aantal genoemd. Laten we daarop wachten. Kabinetsbrief eroverheen en dan in het eerste beste commissiedebat hier echt wel uitgebreid tijd aan besteden. Maar nu geen steun. Dank u wel. Noteren we dat. De heer Van Oostenbrugge, moet ik het goed zeggen, van Nieuw Sociaal Contact. Ja, voor ons ook geldt. Dit is echt iets voor in een commissiedebat. Dus geen steun. Mevrouw Partijn namens GroenLinks PvdA. Geen steun. Geen steun. De heer Erken namens DENK. Ja, voorzitter, ook namens DENK. Het is een commissiedebat arbeidsmarktbeleid en daar past het onderwerp heel mooi bij. Noteren we geen steun. Dank u wel. De heer Markkensauer, PVV. Voorlopig nog geen steun, maar het zijn heel belangrijke onderwerpen. Er zijn 2 commissiedebatten op korte termijn. 1 in het begin nieuwe jaar en 1 eind december die over migratie handelen. Laten we daar eerst bespreken. En als we dan niet op onze wenken zijn bediend, dan is het zeker ook de moeite waard om een keer plenair te behandelen. Noteren we voor nu geen steun. Dit kost iets, Partij voor de Dieren. Geen steun. Geen steun. Heer Grimmis, ChristenUnie. Sluit me aan bij collega Aartsen, dus geen steun voor dit debat. Geen steun. Heer Dijk, SP. Wel steun. Wel steun. U heeft geen meerderheid, meneer Jansen. Ja. Maar dank voor uw inbreng.